van hebt. En dat moet je bij mensen eigenlijk ook doen. En als je ziet hoe raar vrouwen met hun kinderen omgaan, dan kun je daar hopelijk een conclusie aan verbinden. Doe je dit wel vaker, dit soort evenementen langsgaan en lezingen geven van pakweg 3 kwartier? Ja. En want je bent een beetje gestopt met voor de VARA werken, hè? 'Sochtends, zondagochtend. Hoort het programma ook weer? Help me, Midas. Vroege Vogels. Ja. Geen zin meer in, hè? Nou, ik heb het 27 jaar gedaan. 27 jaar? En na 27 jaar keek ik naar buiten. En toen zag ik iemand lopen. En die liep met lichte tred en een glimlach op zijn gezicht te fluiten. En toen dacht ik, waarom loopt hij nou met lichte tred en een glimlach te fluiten? Terwijl ik altijd chagrijnig rondloop te stampen. En opeens wist ik het. Dat komt omdat ik elke week een column moet schrijven en hij niet. Nou ja, toen was het besluit gauw gevallen om ermee op te houden. Je gaat zo signeren en dan ga ik even een borreltje voor je kopen. Dat is een goed plan. Okay. Tot ziens. Heel kort. Wat een leven toch. Spreken. Op een vrouw zijn buik, de buik schrijven. Zoenen. Aan de borrel. En dan weer signeren. Leuk leven. Ja, het is het mooiste wat er is, schrijver zijn. Het enige vervelende is, je moet eens in het jaar moet je naar het boekenbal. En je moet schrijven natuurlijk. Ja. Amsterdamse boekenbal, doe je dat ook? Welk boekenbal? Amsterdamse. Dat moet. Ik bedoel, het is een voorrecht wat we hebben. Het is het enige recht wat ik heb als ik daar geen gebruik van maak. Dit Schiedamse boekenbal, dat is ook wel best wel groot, hè? Vind je niet? Ja, daar kan Amsterdam niet aan tippen. Dat is duidelijk. Neem een vliegtuig naar Amman met de taxi naar Jeruzalem. Het is als bij elkaar een reis van 1 uur of 8. Tegen die tijd was ik echt behoorlijk opgefokt. Daarna nog van Jeruzalem naar Ramallah. En daar is Ramallah dus gewoon alsof je in Schiedam binnenkomt rijden. En, weet je, de boekhandel is open, de kinderen lopen naar school, de tomaten zijn op de markt in de aanbieding, de taxis rijden rond. Dus ik denk van, verdomme, waar zijn die stenengooiers? En die gasten, nou, dat is helemaal niet moeilijk, joh. Rechtdoor, met een kruising linksaf, wegvolgen, bij het City Hotel, daar zijn de stenengooiers. Na 2 uur 's middags. En inderdaad, de volgende dag, na 2 uur 's middags, waren daar de stenengooiers. Dat is het probleem. Weet je, het is volkomen logisch dat je dus niet over die gewone dag in Ramallah bericht. Maar wel over die stenengooiers. Alleen, als je dus nooit erbij vertelt dat die stenengooiers een afwijking waren, dan ga je denken, ja, ze gooiden allemaal met stenen. Het is levensgevaarlijk. En dus kreeg ik ook mailtjes van de vrienden die dus een Lonely Planet hadden gekocht van Jordanië of Egypte. En dachten van, kan ik daar nog wel heen? Zoals Amerikanen hun vakantie naar Denemarken afzeggen als er een Joegoslavië-oorlog is. Dat vinden we allemaal enorm grappig, die domme Amerikanen. Maar dat is precies hoe Amerikanen Europa volgen. Zo volgen wij de Arabische wereld. En wat me boos maakt is dat dus dat de journalisten dat niet delen. Dat ze dus van die dingen zetten, het Midden-Oosten in vuur en vlam. En dat moet je gewoon niet zeggen. Het is op één plek. En als je dan ook nog eens, en dat maakt me ook wel boos, gaat kijken bij die stenengooiers. Waar niet alleen stenengooiers vanaf 2 uur, want dan zijn de scholen uit en dan gaan die kinderen daar naartoe. Maar er zijn ook heel veel toeschouwers. En die toeschouwers die krijgen honger, dus er is ook weer een falafelverkoper. Nou, als je dat ook in beeld neemt, dan zie je natuurlijk wel even iets anders. Dan besef je, deze stenengooier gooit een steen, maar hij speelt ook de rol van een stenengooier. Stefan, je maakt carrière als jonge moslim in het ministerie. Of het, beter bijvoorbeeld bij NRC. Nou, bij NRC wordt gewoon regelmatig veel gedronken. Dan gaan dus iedereen de kroeg in. Nou, iedereen wordt een beetje dronken, maakt allemaal grappen en daar worden allerlei, ja, een beetje emotionele banden gesmeed. Nou, als jij zegt, ik drink niet, dan doe je daar dus niet aan mee. En dat betekent dus dat jouw carrière minder goed zal gaan. Zo gaat het in Nederland. En volgens mij moet het daarover gaan, over die hele praktische kwesties van wat betekent het als jij niet drinkt. Want Nederland is een land met heel veel alcoholisten.
daar zou het gewoon heel praktisch over op scholen. Weet je, dat als je, wat doe je met een homo-hatend klasgenootje? En dat doen ze allemaal niet. Ze gaan het alleen maar doen alsof als Wilders maar weer weg is, dan is het probleem opgelost. Dat is helemaal niet zo. Er is ook echt een probleem. Moslims discrimineren ook. En die moeten daar ook op worden aangesproken. Dus. Hoe ben je daar inkomen rollen? Hoe hoor je correspondent in, laten we zeggen, in Egypte, in Cairo? Geluk hebben. Ja. Ik had daar als student gewoond. Daar had ik een boek over geschreven. Een goede man slaat soms zijn vrouw. En dat boek had de Volkskrant gelezen. En die zeiden van, nou, dat is eigenlijk wel leuk. Wil jij niet onze correspondent worden? Ja. Dus eigenlijk een beetje zo'n jongensdroom, hè? Een goede man slaat zijn vrouw, dat was je eerste boek, ik kan nog herinneren. Dat kwam een beetje hard aan in Nederland. En men moest daar aan wennen, hè, in bepaalde kringen. Zo'n titel. Ja, en het kwam ook uit in Duitsland. En daar hebben ze het een andere titel gegeven. Omdat ze zeiden van, ja maar, Herr Looyendijk, het is niet politiek correct genoeg. Ja. Had ik meer van de Nederlanders verwacht? Nee, Nederlanders vinden het doorbreken van taboes, het kwetsen, vinden ze iets positiefs. Weet je, dat laat zien dat je er echt ergens voor staat. Okay. Terwijl in Duitsland vinden ze dat vreselijk. Een goede man slaat zijn vrouw, dus zo is dat in de islamitische wereld. Kan je dat in het kort even uitleggen, in pakweg een minuut? Nou, ik weet niet of dat zo is in de islamitische wereld, hoor. Maar het was bij de mensen met wie ik omging, een stuk of 8 Egyptenaren, dat is een meisje. En die zei van, nou kijk, als een man echt van je houdt, dan wordt hij zo jaloers en dan geeft hij een paar klappen. En dat is natuurlijk niet fijn, klappen zijn niet fijn. Maar als hij je nooit slaat, als hij dus altijd zichzelf onder controle heeft, ja, dan is het een soort westerling, weet je. Zo'n kille man die ook helemaal niet kan neuken. Ja, ja, ja. Je had het in je interview, die ik vanavond zag, ook onder andere over Wilders vandaag. Er was in Amsterdam een manifestatie, het ging over Wilders. Daar had jij opmerkingen over, hè? Laat die film maar komen, weet je. Wat, iedereen doet alsof er echt de wereld vergaat als er gewoon een paar ambassades de lucht in gaan. Weet je? Ik bedoel, toe is rustig, man. We hebben de Spaanse bezetting overleefd. We hebben de Franse bezetting overleefd. We hebben de Duitse bezetting overleefd. Echt waar, een paar ambassades de lucht in, dat overleven we ook. Want de mensen, bepaalde mensen in Nederland die denken van, als die film van Wilders komt, dan kunnen we niet meer op vakantie naar Hoergada. Zeg maar wat. Nee, daar zijn ze bang voor. Hè? Wat is dat voor angst? Ja, maar dat is wel terecht. Ik denk als die film uitkomt dat ook inderdaad kan. Nou, en daar komen we ook wel weer overheen. Weet je, dat wordt zo. Ik bedoel, mens, wat is er met onze weerbaarheid gebeurd, landgenoten? Nou, dames, dan is hiermee het officiële gedeelte is voltooid. En rest mij nog de eer om het bal waar u allen voor komt, om dat officieel te openen. En dat mogen we samen doen, want als het goed is, dan gaat het bal vanavond van start. Een bal waarvan we echt kunnen constateren dat het vanavond niet alleen voor de ouderen geweest is, maar dat we vandaag een feest hebben voor ouderen en jongeren. En mag het bal beginnen met het verlichten van het podium.